mensen, super dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog op dit kanaal. Mijn naam is Runa. Ik ben vandaag hier op de familiedag van mijn papa, zijn werk. Ik ben hier in Centerpark de Vossenmeren. Ik sta hier even in een andere zaal. Maar ik ga hier vandaag heel veel leuke activiteiten doen. En ik neem jullie mee op de familiedag van het werk van mijn papa. De eerste activiteit die ik nu ga doen is muurklimmen. Ik heb alvast de GoPro aangedaan, dat ik zeker kan filmen als ik aan het klimmen ben voor jullie. Ik ga nu even naar de Action Factory en moeten we daar nog even een glazen deur door. En dan kunnen we daarna lekker gaan muurklimmen. Dus hopelijk is het een beetje leuk. Tot op de muur. Hier achter mij ligt de muur die ik zo dadelijk ga beklimmen. Hij lijkt me wel redelijk hoog, maar ik weet niet of hij echt super hoog is. Het is nu eigenlijk alleen nog een beetje wachten op de instructeur tot hij komt. En dan kunnen we deze mooie muur gaan beklimmen. A few inches later. Ze hadden ons blijkbaar dus de foute muur aangewezen. Dat was een soort abseilmuur, want daar kon je nergens jezelf aan vastnemen. Dus we moeten nu even naar de klimtoren aan de mega zipwire. Ja, er zit niks anders op, denk ik, dan daar naartoe te gaan. Dus ik zie jullie bij de klimtoren. We zijn nu wel aan de juiste toren. En dit is zeg maar de toren. Ik had even een jas aangedaan, want het was een beetje beginnen druppelen. Maar het is alweer over. Dus, lekker gaan klimmen.
eerste activiteit was echt super vermoeiend. Want ik ben 3 keer helemaal tot de top gegaan. En dat was 10 meter hoog. Best hoog dus om elke keer te klimmen. Ik heb ook een beetje kramp in mijn handen. Dus ik ga nu eventjes wachten. Want ik ga zobiet samen met mijn allerliefste papa hier lasershooten. Een laser game battle. Dus ik ga eerst eventjes rusten. Maar dan ga ik alvast op zoek naar de laser gamebaan. Ik ben net gaan lasershooten en ik ben redelijk nat. Want het begon ineens heel erg hard te regenen. Maar de volgende activiteit die we gaan doen is even lekker handboogschieten. Hier heb ik de bogen al zien staan. Maar er is voorlopig nog niemand. We gaan zo dadelijk in die roze daar schieten. Dus nu is het alleen nog even wachten op de instructeur. En dan ga ik nu aan de laatste activiteit van de dag beginnen. Die ligt hier achter mij. Ik ben terug aan de klimmuur. En dat is de zipwire. Massagestoel om een beetje te om een beetje te kunnen relaxen. We zijn weer aan het trillen. Sorry als de camera een beetje trilt, maar harder. Ik tril helemaal, want dit doet echt wel goed om eventjes te relaxen na al die activiteiten. Zo dadelijk gaan we deze mooie dag hier in Centerparks afsluiten met een lekkere barbecue. Hij staat al aan dat we zo dadelijk natuurlijk lekker vlees kunnen eten. Maar we gaan eens kijken of we al naar binnen kunnen in de zaal, want we zijn nog een beetje te vroeg. Dus hopelijk kunnen we al binnen gaan zitten, warm en droog.
Ik heb net gedaan met eten. Ja, ik kon het eten niet zo goed filmen, want het zat allemaal in bakjes. Dus dan zagen jullie alleen maar ijzeren bakjes. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om het eten niet te filmen. Maar hopelijk vonden jullie deze video een beetje leuk. En hadden jullie een klein overzicht van hoe de dag hier, de familiedag van mijn papa was. Als je deze video leuk vond, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Laten we gaan voor de 25 likes. Vergeet me zeker niet te volgen op mijn social media. Want daar komen ook allemaal leuke foto's en zo op. En soms is informatie over een extra video. Dus ja, gaan we daar zeker even nog op volgen. Subscribe hier beneden. En dan zeg ik zoals altijd, kijken is liken en liken is subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video.